Kijkers van harte, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki bespreekt zijn rol binnen Canada CARICOM Summit. Parlement gaat corrigerend akkoord met wijziging grondwet. LVV doet gesten aan senioren en jeugdigen op Wereldvoedseldag. BBS organiseert workshop om bewustzijn over veiligheidscontrole overeenkomsten te vergroten. Openbare werken geeft start zijn voor bezanding wegen in Paramaribo. En ook NIMOS participeert aan Open Dagen Mas. Een delegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki is op 15 oktober aangekomen in Ottawa om de Canada CARICOM Summit bij te wonen. Deze summit duurt van 17 tot en met 19 oktober. Sherlik Lilienthal, de woordvoerder van de president, vertelt in gesprek met de communicatiedienst Suriname welke belangrijke onderwerpen tijdens deze meeting besproken zullen worden en wat de aankomende activiteiten van het staatshoofd zijn in de loop van deze week. President Chandrika Prasad Santokki is op zondag 15 oktober 2023 in Ottawa, Canada aangekomen om deel te nemen aan de eerste Canada CARICOM Summit die gepland staat van 17 tot en met 19 oktober. De president wordt tijdens deze missie ondersteund door minister Ramdin van BBS en door CARICOM-ambassadeur Koning Verander van Suriname. Tijdens de Canada CARICOM Summit zullen verschillende belangrijke onderwerpen besproken worden, waaronder regionale samenwerking en het versterken van handel. De top bestaat uit 4 sessies waarbij klimaatsbestendigheid en het opbouwen van duurzame economieën een centrale rol spelen. De discussies over klimaatbestendigheid en duurzame economieën zijn uiterst belangrijk voor Suriname omdat ze in aanloop naar de COP28 klimaattop in Dubai van cruciaal belang zijn. Deze onderwerpen richten zich op het bouwen van klimaatsveerkrachtigheid in de CARICOM-lidstaten. En dit is voor Suriname van groot belang gezien de toenemende aandacht voor klimaatsverandering en duurzame ontwikkeling wereldwijd. De Nationale Assemblée heeft de ontwerpwet tot nader wijziging van de grondwet alsnog aangenomen. Dit gebeurde met algemene 45 stemmen tijdens de op maandag 16 oktober 2023 heropende vergadering van vrijdag 13 oktober. Per abuis is er vrijdag 2 maal gestemd voor de wijziging van de kiesregeling. Nadat de fout is opgemerkt, besloot parlementsvoorzitter Marinus B. de afgesloten vergadering maandag te heropenen om alsnog voor wijziging van de grondwet te stemmen. Zo, laat me vaststellen of alvast mijn verontschuldiging aan te bieden om wederom hier te zijn en dit agendapunt ter sprake te brengen. We hebben een omissie begaan, vrijdags jongsleden, om deze wet niet in stemming te brengen. In dat kader kan ik stellen dat we dit moeten corrigeren met z'n allen. We hebben samen naar gekeken. Het is geen prettig moment, nieuws voor ons, om zo'n grote fout, anderen zeggen blunder, te begaan. Ja, maar waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. En als voorzitter heb ik vanaf dag 1 gezegd, ik neem 100% die verantwoordelijkheid op mij. Omdat ik heb gezien hoe goed we samen met elkaar hier hebben gewerkt, de verschillende fracties, de fractieleider, maar ook de deskundigen. Mensen hebben hier urenlang gewerkt. Ook donderdag toen die vergadering was gesloten, zijn de deskundigen doorgegaan. Dan komt je op een moment om een happy end te maken.
dan sla je als voorzitter een blunder. Dus bij deze mijn oprechte verontschuldiging aan alle leden van de Nationale Assemblée, leden van de Raad van Ministers, deskundigen en natuurlijk het Surinaams Forum. We hebben de zaken doorlopen met elkaar en we hebben houvast kunnen vinden als we kijken naar onze ordereglement artikel 7, waarin de taken van de voorzitter onder andere ook het formuleren van de punten waaromtrent de Nationale Assemblée een beslissing moet nemen is vervat. Ook met betrekking tot artikel 49 en artikel 54. Dus het rest mij u te vragen als parlement om toestemming te geven om die stemming alsnog te doen zodat wij conform onze afspraken het streven van ons om de verkiezing van 25 mei 2025 te kunnen veiligstellen. Geen prettig moment, maar als voorzitter zeg ik, ik ben bereid, beschikbaar, voor de uitslag 100%. Ik ga niemand onder de bus gooien, heb ik gezegd. We hebben allemaal hard gewerkt en helaas zijn we op dit moment. We kunnen zaken niet terugdraaien. Als het kon, hadden we het zeker gedaan, maar jammer. Goed, dan gaan we over tot de stemming. Wet van 2023 houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname SB 1987 nummer 116. Zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 1992 nummer 38. Artikel 1 woord of stemming. Artikel 2 woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Goed, wie is tegen? 0. Betekent dat deze wet met algemene 45 stemmen is aangenomen. Dank u wel, wat een opluchting. Ja, maar echt, we stellen zeer, zeer, zeer op prijs dat we met z'n allen dit konden corrigeren. Dank u wel. Jaarlijks wordt op 16 oktober wereldwijd Wereldvoedseldag herdacht. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Dit jaar heeft deze speciale dag als thema Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind. Dit thema richt zich op de cruciale rol van water voor het leven op aarde en water als basis voor ons voedsel. In verband met deze dag heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een schenking gedaan aan senioren en jeugdigen. Kijk u mee. Jaarlijks organiseert het ministerie activiteiten in verband met Wereldvoedseldag. Zo werd dit jaar besloten donaties te verstrekken aan senioren en de jeugd. Vandaag is het een 16 oktober 2023 Wereldvoedseldag met als thema natuurlijk water. En in het kader daarvan heeft LVV een geste gedaan naar een stichting Kibrimi. De ouderen, we hebben gedacht aan de ouderen, de senioren burgers van het land. We hebben daar samen met de minister en de twee Oedis hebben we daar een fruit en groente gedoneerd aan de ouderen. Ze waren wel zeer ingenomen daarmee. En we hebben dan een bezoek gebracht aan OS Middenpad van Quatta. Daar hebben we een groente en een fruit gedoneerd. Groenteplantjes ook, fruitplantjes. We hebben samen met de minister daar twee pomerakbomen geplant. 5 marcousa plantjes. We hebben ook een schaduwgas gedoneerd. Reden waarom? We gaan een plantenkas voor hen opzetten. We gaan de voedselproductie dan stimuleren. En we gaan dan voor hun planten, voor de kinderen. De voorlichters van LVV Quatta gaan daar hun begeleiding geven. Vandaag is 16 oktober, Wereldvoedseldag. Het wordt wereldwijd gevierd. Maar niet gevierd direct, maar men bezint zich rondom voedsel. Voedsel is allemaal schaars in de wereld door de steeds groeiende wereldbevolking. Maar ook omdat er aan de andere kant er steeds minder land beschikbaar is voor voedselproductie.
Men noemt het landdegradatie door vuige erosie, grote droogten. En er zijn diverse oorzaken voor het tekort aan land op dit moment. Wij zijn begonnen met waterschappen. In Nigeria hebben we een project, Kansen van Waterschappen, waar de boeren zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun waterbeheer. En er zijn aanvoerleidingen, er zijn afvoerleidingen in Nigeria die is aangelegd. Maar ook in andere districten, op Salamanca bijvoorbeeld, Uitkijkpolder, heeft beschikt over zo'n systeem. Maar er wordt verder niks mee gedaan. En dat is een beheersinstantie. In Nigeria zijn we bezig die weer in het leven te roepen. Er zijn pas verkiezingen geweest. Op Salamanca komt er binnenkort een verkiezing. Op Rehberg is er een waterschap. Maar het hele land moet. We moeten het hele land opdelen in stukjes waar men zelf over hun eigen beheer kan bepalen wat water betreft. Water is een schaars goed aan het worden. Wij hebben het nog steeds in overvloed. Maar dan nog moeten we heel voorzichtig mee omgaan. En als er momenten zijn van te veel water, laten we kijken naar hoe wij die goed kunnen beheren en niet verliezen. Want het water hebben we nodig voor onze voedselproductie, welke wij gegarandeerd willen hebben. Niet alleen voor ons, maar ook voor ons nageslacht. Dus laten wij bij elkaar komen, ons bezinnen daarover en al deze projecten van de grond zien te krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking houdt van 17 tot en met 19 oktober een workshop over Safeguards Implementation voor Suriname. Het doel van deze workshop is om het bewustzijn te vergroten over veiligheidscontroleovereenkomsten van onder andere de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, het gewijzigde Small Quantities Protocol onder een Comprehensive Safeguards Agreement en een aanvullend protocol in Suriname. De workshop beschrijft rapportageverplichtingen en biedt praktische betrokkenheid bij de implementatie en waarborging om Suriname voor te bereiden bij de uitvoering van Small Quantities Protocol en de ratificatie van aanvullend protocol. De vereisten van de nucleaire veiligheidscontroleovereenkomst met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, IAEA, speelt een onmisbare rol bij de uitvoering hiervan. De wettelijke bevoegdheid om waarborging in staten toe te passen berust bij de IAEA op grond van artikel 3 van het IAEA-statuut. Het stelt het IAEA in staat te verifiëren dat nucleair materiaal, faciliteiten en andere items die zijn gespecificeerd of gerapporteerd in de Comprehensive Safeguards Agreement van de staat uitsluitend worden gebruikt voor vreedzame doeleinden en niet voor de vervaardiging van enig nucleair explosief apparaat. Als reactie daarop biedt de rapportage van staten aan het IAEA de internationale gemeenschap de zekerheid dat nucleair materiaal in hun land alleen voor vreedzame doeleinden wordt gebruikt. Het ministerie van Openbare Werken heeft op 17 oktober, vandaag, een aanvang gemaakt met het project Leveren, Verwerken en Verdichten van een mix materiaal op de zandwegen in Paramaribo. U hoort Narayndat Sitaram, hij is de coördinator afdeling Wegen Paramaribo, over de verdere uitvoering van dit project. We zijn begonnen met bezanden van wegen, Paramaribo Wanica. En de opdracht is, meneer Sitaram en de veldadviseurs, we proberen zoveel als mogelijk veel wegen te doen. Waar we kunnen bezanden urgent, gaan we bezanden. Waar we moeten graderen, gaan we graderen. En we kunnen alle wegen graderen. Laat me dat gelijk bekend maken voor de DC en de DR's.
We hebben twee machines die brandnieuw, die standby zijn om geleverd te worden. Dus binnenkort kunnen we alles doen. Maar inderdaad, ik reed zo net in het resort. Want we hebben niet alleen dit resort. We hebben sommige resorten al gedaan. Beekhuizen zijn gedaan. Latour een beetje. Livorno. Dus alle mensen van resorten mogen aanvragen. Maar we hebben een programma die we uitvoeren in elk resort. Dus niet alleen dit resort wordt gedaan. Ik kan niet altijd overal aanwezig zijn, dat is het punt. Maar alle resorten in Paramaribo worden aangedaan. Besanden, egaliseren. En terecht. Soms zie ik die bermen vol zand. Soms zie ik goten helemaal verstopt. Dus we hebben wat meer werk. En daarom ga ik die brief lezen. Als er een grote schoonmaakbeurt moet komen, dan gaan we het organiseren. Dus ik vraag daar medewerker. We hebben maaiers, dus we kunnen maaien. We hebben wat halve poklijns, die kunnen ook werken. We gaan kijken. Maar ik ga wel oproep doen. We kunnen als OW niet alle goten ophalen. Die goten die staan voor die deur, moet je wel zelf met een schop gaan doen. En natuurlijk hebben we oude mensen die het niet kunnen doen, dan moeten wij als jongeren helpen. Maar je moet van OW niet verwachten dat we alles meer kunnen doen. Mensen moeten voor hun perceel tenminste zelf doen. Dat is wat minimale dat we vragen. En terecht, daarvoor zijn de structuren van de DC. De DC's met zijn BO's zijn er om in het resort te lopen en ook mensen te motiveren. Soms moet je mensen motiveren om het werk te doen. Te motiveren om dat gedeelte op zich te nemen. En ja, de controle is belangrijk. Ik heb alle RRDR's gevraagd om ook controle uit te oefenen op de wegen. Soms kan het zijn dat we per ongeluk, bewust onbewust, een weg overslaan. Geef het door. Zodra die RRDR of iemand van het DC-commissariaat een verzoek doet, gaan we honoreren. Dat moet geen issue zijn. Dus ik ben nu in dit resort. Jullie hebben de eer toch, dat we met een groot team hier zijn. Maar let op, we zijn alle resorten bezig. Dus mensen van andere soorten mogen ook hun aanvraag doen. En als er problemen zijn met vuilophaal, moet u ook doorgeven. Want vuilophaal garanderen wij. Vandaag gaat de minister een start zijn geven hier. Met betrekking tot het uitvoeren van het project. Het leveren, verwerken en verdichten van een mix materiaal op de onverharde wegen van Pontbuiten. Voor geheel Paramaribo hebben wij een project. Dat project houdt in dat wij 11.000 kuub mix materiaal gaan verwerken op de zandwegen. Mix materiaal, dit materiaal houdt in. 2 maatdelen, het is een verhouding, het is een mix materiaal van savannazand, klingzand en beeskors. 2 maatdelen savannazand, 1 maatdeel klingzand en 1 maatdeel beeskors materiaal. We gaan die 12 resorten van Paramaribo aandoen. Fase 1 gaan we die hoofdwegen doen. Fase 2 gaan we, het is nog in voorbereiding, dan pakken we nog een deel van de resorten. Zestien organisaties en bedrijven binnen de maritieme sector participeren dit jaar aan de MAS Open Dagen op 3 en 4 november. Met deze open dagen wil de Maritieme Autoriteit Suriname het bewustzijn van de sector vergroten en de interesse van, vooral jongeren, voor een beroep in de maritieme sector stimuleren. Een van de participerende organisaties is het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname, NIMOS. Wat betekent de Maritieme Open Dag nou voor de jongeren? En wat kunnen de jongeren bij de boot van het NIMOS verwachten? Wel, om daarop in te gaan, volgens de Milieuraamwet zal het NIMOS binnenkort overgaan tot de NMA. De NMA, dat is de Nationale Milieuautoriteit, die het mandaat zal krijgen om het milieubeleid in Suriname te formuleren en de effectieve uitvoering te coördineren.
Hiervoor is er dus capaciteit nodig. De jongeren die hebben dus een toekomst vol mogelijkheden om hun carrière te starten bij het NIMOS. Maar op de beroepen zelf zal ik op 3 en 4 november dieper op ingaan bij de boot van het NIMOS op de Maritieme Open Dag van het MAS. Namens het NIMOS roep ik alle jongeren, de Surinaamse bevolking, op om deze Maritieme Open Dag absoluut niet te missen. Neem de kans, kom er naartoe en haal de nuttige informatie om jouw toekomst een gouden toekomst te maken. Ik zie je op 3 en 4 november in de boot van het NIMOS. En we zijn weer gekomen aan het einde van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst. Goedenavond.